Ik vind dat toch een mooi gezicht, zo'n schaatsbaan. Het is jammer dat er geen ezel is, vind ik toch mooi. Hey, ik zat te denken aan innovaties in de schaatsport, hè, de laatste 20, 25 jaar. Weet jij wie ik dan moet denken? Rintje Ritsma. Die heeft alles meegemaakt op dat gebied. Alles. Ja. Ik weet wat je bedoelt. Natuurlijk de introductie van de klapschaats. Ja, dat was ook in zijn tijd. Eerste commerciële ploeg kwam bij hem vandaan. En de Fuck the Norwegian schaats, beter bekend als... De condoomschaats. De condoomschaats, ja. Dat is natuurlijk al een tijdje geleden dat jij bent begonnen met schaatsen. Ik zou bijna zeggen, toen spraken de dieren nog. Hè? Nou, wat waren jouw allereerste schaatsjes? Nou, de allereerste schaatsjes, die zijn jammer genoeg zijn die verkocht. Het tweede paar waar ik op heb gereden, toen was ik 7, 8 jaar, dat zijn deze geweest. Houtjes. Echte houtjes nog. Hier heb ik ook de eerste wedstrijd heb ik hier wel op gereden. Op welke leeftijd werden die houtjes in de kast gehangen? En het is nu ja, dat is ergens rond mijn 10e jaar geweest. Toen werd het serieuzer? Ja, toen werd het serieuzer. Toen heb ik eerst op een paar schaatsen van mijn moeder gereden. Die zijn er helaas niet meer, op Noren. En daarna heb ik heel snel mijn eerste Noren gekregen. Ik stel mij voor, toen jij 10, 12 was, die was wel wat toen. Dit was de schaats die je moest hebben. Ja. En op deze schaats werd je ook op een gegeven moment prof. Op deze schaats werd ik ook prof, ja. Ja. Totdat 1994, toen kwam er iets nieuws. De condoomschaats. Ja, die is echt briljant. Hier staat Rintje Ritsma en kijk naar zijn schaatsen. Dat zijn die, jawel, bijzondere schaatsen. Maar eigenlijk het hele verhaal zit in het voortraject. Dat wij op trainingskamp zijn in Davos aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen. En dan moet er iets nieuws gebracht worden, want dat wordt altijd met de Olympische Spelen. Ja. Wat de tegenstander van het voetstuk brengt. Nou, toen kwamen ze met de condoomschaats. En die moesten zo vroeg getest worden en in een complot met Leo Vogelsang, die dan foto's maken en die dan toch per ongeluk uitlekken en bij de Noren terechtkomen. Betrapt met geheimen. Ja, met maar wij stonden echt, s'ochtends vroeg stonden wij om een uurtje of 6:30, 7:00 stonden wij al op het ijs in Davos om te kijken of we er überhaupt mee konden schaatsen. Toen ze bij Viking voor het eerst met dit ding kwamen, zei jij toen meteen, oh, super idee, gaan wij proberen. Ja, ik ben uiteindelijk volgens mij de enige geweest die erop heeft gereden. En bij mij was het zo, ik schaats al heel erg recht naar voren. Dus we hadden wel meteen het idee van, op het moment dat je je schaats bijhaalt en je hebt hem bijvoorbeeld dwars achter je hangen, ja, en niet met de punt mooi recht naar beneden, dat die mooie stroomlijn krijgt, ja, dan gaat hij tegenhouden. Dus dat moet niet. Maar ik schaatste wel zo dat het voor mij geen nadelige gevolgen had. En ik schaats het helemaal prima op. 48-92, dat is inderdaad een flinke boom, zeg. Zijn het dan inderdaad toverschaatsen? Volgens mij is het echt een van mijn races geweest waar ik ooit het snelste ben gestart. Want ik lag echt wel op koers voor goud, alleen ik kon het niet volhouden. 31-6. Oeh. Dat gaat fout. Die innovatie heeft het niet gered, want ik zie nu nooit niemand meer met een condoom schaat. Maar wat een deceptie is dit. Dat klopt, maar ik denk wel dat dit de volgende stap is voor aerodynamica. Ja? Dat we meer richting carbon gaan. En dat er toch meer naar de aerodynamica wordt gekeken. In 1997, toen ging Tony de Jong in één keer heel hard rijden. En die reed Gunda Niemann naar huis. En dat gebeurde op dit type klapschaats. Klapschaats? Nou, en toen spraken wij nog de historische woorden bij een interview van nou... Misschien zitten wij over 3 weken misschien van... We moeten die klapschaats, maar... Nee, ik denk dat het een dameschaatsje is. Waarom zei jij dan, het is een dameschaats? Omdat het te slap is. Want ja, als je begin maar eens een beetje te wrekken aan het pootje. Het is zo kapot. Kun je je nog herinneren de eerste keer dat je ze aantrok, dat je dacht, ja, moet dit nou? Of, Nee, want ik had zo, ik had in 97 in Nagano hebben we een WK gehad. En daar heb ik zo'n ontiegelijk baggertoernooi gereden, dat het zo slecht ging. En ik wist ook niet waar het aan lag. Dus ik kwam thuis en het eerste wat ik heb gedaan is naar Viking toe, de klapschaats gehaald. En ik was een soort van herboren meteen. En 3 weken later werd ik wereldkampioen afstand op de 1500 en de 5 kilometer. Hier komt de wereldkampioen van 1997 in het voorolympisch jaar op de 5000 meter. Rintje Ritsma Lemmer. Nou heb je natuurlijk behalve het feit dat je de schaats steeds kan verbeteren, zou er in de schaatssport ook nog iets innovatiefs kunnen gebeuren. En dan noem ik bijvoorbeeld omhoog schaatsen. Ja, ik vind het gaaf.
Tuurlijk, je komt altijd omhoog, maar het hangt echt van de hellingshoek af wat je nog goed kan handelen. Ja. Uiteindelijk moet het niet lopen of stappen gaan worden omhoog. Nee. Je moet wel de schaatsbeweging nog kunnen maken. Ja, het moet echt schaatsen zijn. Ja, maar ik zie het wel als combinatie. Daar moet een stukje omhoog schaatsen bij zitten, maar dan moet er ook een stukje naar beneden zitten. En onderweg nog een keer ergens op schieten. En een stukje fietsen. Nee, maar wel de variant van boardencross, skicross. Ja. Dat zijn wel onderdelen die in trek zijn, waar mensen leuk vinden om naar te kijken. Hé, maar heel even, jongens, als we het hebben over innovaties in de schaatsport. Hè. De enige innovatie waar we op wachten, is dat we hier staan, dat we op knop drukken en dat we ijs hebben. Ja, dat zou wat zijn. Wij maakten er nog een grap over hier. Van het zou toch wat zijn. Hij ligt er zo mooi bij. Ja, even de knop om en schaatsen. Ja, dat moet toch mogelijk zijn? Ja, we hebben één dag geschaatst dit jaar. In januari. En toen was net een heel klein wintertje, een paar dagen vorst. Ja. We één keer kunnen schaatsen. Nou, dat willen we. Dit moet gewoon met een druk op de knop. Moet je zien, zonnetje erbij. Prachtig, man. Ja, fantastisch.